Daar is nog het schot van Minte. En dan is dit een vervelende situatie. En dat leidt tot een treffer van Geertruida. Zo incasseert Heerenveen voor de vijfde keer in 2024 een treffer uit een corner. Buitenspel. Van Amersfoort. Nunnely. Maar goed, hij is in zijn uppie. En kijk eens hoeveel van Feyenoord er verdedigen. Nunnely, ja, hij krijgt er nog voor. En dan komt er nog een kans en een goal. Hoe is het mogelijk? Ja, je kunt wel veel verdedigers terug hebben. Maar als ze niet verdedigen, is het Keuler die de score opent. Ivanušec. Daar komt Wiever en daar is het dus 1-1. Prima voorzet vooral van Luka Ivanušec. Die Wiever alleen maar hoeft aan te raken. Nunnely. Sarawi. Keuler sprint op rechts mee. Krijgt hem in de loop. Keuler, Keuler, dit is de dag van Keuler. Zo scoor je nooit en zo maak je er 2 tegen de regerend landskampioen. 3 wijzigingen voert Slot door. Nieuwkoop, Linger en Pajau komen om het tijd te keren in het Abel Enstra stadion. Minte. Bij de tweede paal en daar is de gelijkmaker. Niet lang na de doorvoering van de 3 wijzigingen komt Feyenoord op gelijke hoogte. Ueda krijgt hem cadeau. Ueda en 3-2 voor Feyenoord. En wat snijdt Heerenveen zich hier in de eigen vingers. Van Ottelen. Feyenoord toont veerkracht in Friesland. 2 keer op achterstand gekomen. Maar uiteindelijk gewoon weer met de volle buit.